De cast van de televisiehit Beste Zangers bestaat jaarlijks uit een mix van bekende artiesten en nieuw talent. Zanger Blanks behoort dit seizoen tot die laatste groep en volgens Alexander Klupping is dat niet zonder reden. Hij denkt dat Avro Tros de zanger aan het klaarstomen is voor deelname aan het Eurovisie Songfestival. Het is volgens Alexander evident dat deze knul naar voren wordt geschoven om ons land te vertegenwoordigen op het liedjesfestijn. Muzikant Blanks, en wij, worden door Avro Tros klaargestoomd om onze inzending te zijn voor het Songfestival, twittert hij. Hekje voorspelt weet. Ene Ricardo zegt daarop, we hebben in mijn woonplaats een minuscuul gratis festival. In 2019 stond daar Jeanne McRoy en in 2021 S10. Wie komt over 3 weken? Blanks. Zelf staat Blanks in elk geval open voor een deelname aan het liedjesfestijn. Daar noem je een hele mooie, daar zou ik wel voor tekenen, zegt hij tegen het ANP. Maar een programma als Wie is de Mol? Lijkt me ook echt fantastisch. Dat is iets heel anders, maar daaraan meedoen spreekt me heel erg aan. Zolang hij maar bekend is. Ik kan nu aan Nederland laten zien, dit ben ik. Dit is de eerste keer dat het zo groot gaat zijn voor mijn gevoel. TV-recensent Rinskje Koelewijn van NRC Handelsblad vindt Blanks in elk geval een topper. Hij doet het volgens haar uitstekend in Beste Zangers. Blanks pakte zijn muziekcadeautjes uit als de beste, schrijft ze in de krant. Ze vervolgt, alle emoties kon je zo van zijn gezicht scheppen, en als je dan even links naast hem keek, naar het gezicht van Claudia de Breij, dan zag je bij haar ook van alles gebeuren. Alsof ze op de verjaardag van haar lievelingsbroertje zat of het kan net haar zoon.
Thank you.